Een garage aan de Trompetstraat in Nijmegen heeft donderdagavond korte tijd in brand gestaan. Iets na 11 uur rukte de brandweer uit. Die wist de schade beperkt te houden tot 1 garage. De brand is niet overgeslagen naar de garages ernaast. Er stonden weinig spullen in de garage, alleen een koelkast heeft de brand niet overleefd. De oorzaak van de brand is niet bekend.